is ooit gebouwd als een kantoorgebouw, waar de bedoeling was dat in havengebonden bedrijven, dus rederijen, logistieke bedrijven, dat die daar hun kantoor hielden. En dat was flexibel opgezet, dus je kon huren naar de aantal meters wat je nodig had. Het was voor die tijd een heel modern gebouw. Tegenwoordig noemen ze dat een kantoorhotel. Het was dus ook zijn tijd ver vooruit. Inmiddels wordt het niet meer als kantoor gebruikt, omdat de havenactiviteiten veel meer naar het westen verplaatst zijn. En men heeft hier luxe appartementen ingemaakt. Dat kon ook heel makkelijk, omdat dat in feite allemaal hele grote ruimtes waren. Dus het was niet zo ingewikkeld om daar wanden in te plaatsen en woningen van te maken. Een hele geliefde plek. Ondanks de hoge prijzen was het heel snel uitverkocht. Aan de rechterkant zie je het café Loos. Dat is een beroemruchte familie in Rotterdam die heel veel bekende horecabedrijven had. Heeft onder andere het Plaswijkpark ooit aangelegd. En een van de restanten is nog dat krantcafé Loos. Dat zit er nog steeds en heeft het nog steeds een uitstekende kwaliteit. Dus heb je honger onderweg, dan kun je daar wel rustig gaan eten.